Nou, ik zit hier heerlijk in de sneeuw in de laatste dagen van 2018. En laten we even terugkijken wat er allemaal van interessante momenten waren. Het begon natuurlijk heel erg met de crypto-hype in 2018 januari. En toen organiseerde ik de Dag van de Crypto. 1500 mensen in de rij met een hele hoop sprekers. En alles was één en al gigantische hype. En alle toekomst zag er breed uit. Nou, vanaf dat ogenblik ging het naar beneden. 90%. Ik kwam ook heel vaak op tv om uit te leggen dat het inderdaad naar beneden ging. Dat dat normaal was, dat dat vaker gebeurt. Of het nou Po-nieuws was of de Telegraaf. Overal moest ik daar antwoorden op geven. Maar de crash was wel het dominante gebeuren. Ook al is er heel veel gebeurd op het gebied van ICO's. Allemaal bedrijven die geld hebben opgehaald. Waarvan nu alweer de helft zijn verdwenen. Dit was echt een trend die ongelooflijk snel ging en naar beneden is gegaan. Maar waarvan ik ook van overtuigd ben dat het weer gaat komen. Ik heb ook weer gekeken naar de Bitcoin Cash hackathon. Daarna kwam er weer een enorme crash. En ik eindigde wel heel leuk met Mark van der Gijs. Een mooi interview waar hij terugkijkt erop. En ook naar voren kijkt. Want op zich, het hele gebeuren rondom crypto en wat we er allemaal mee kunnen doen en hoe de samenleving gaat veranderen, dat gaat beslist door. Nou, dan hadden we natuurlijk het jaar van de EV. Er kwamen een hele bak met nieuwe EV's aan. Het begon met de Hyundai Ioniq Review. Prima auto met een iets kleine accu. De Nissan Leaf 2.0 met een goede accu. Een goede ook autopilot. Dat deed ze ook heel erg mooi. De Hyundai Kona vond ik eigenlijk wel het mooiste ding. Dat ding rijdt 500 kilometer op batterijen. Geweldig om in te rijden. De Jaguar I-Pace zag er mooi uit. Prachtig dashboard. Niet handig te bedienen. En maar ook een lader. Dat is net zoals de Kodan, de één-fase lader. Waardoor je 20 uur moet wachten met een gewone laadpaal voordat die opgeladen is. En ik liet ook zien dat je thuis een DC-charger kunt nemen. En dan wel binnen 6 uur klaar bent. Natuurlijk de Tesla Model 3 was de meest populaire auto. Daar praatte iedereen het hele jaar over. En die komt dan ook in 2019. Die is ook al besteld. En de jongens in Eindhoven van Lightyear One lieten zien wat hun auto eigenlijk is. Die gaan ook een auto maken van 120.000 euro die 500 kilometer rijdt. En een derde op zonne-energie doet. Grootste ontdekking voor mij in 2018 was de LSEV. De Low Speed EV's. En daar zijn er 3 miljoen van gemaakt. Er zijn maar 1 miljoen auto's wereldwijd gemaakt en 3 miljoen in China. En die auto's die kosten dan tussen de 1000 en de 5000 euro. Nou, die komen ook naar Nederland toe en ik liet daar ook een voorbeeld van zien in Nederland die er nu al is, waarvan al 1000 in Amsterdam rijden. En als aardige vond ik ook wel de waterstofauto, de Tesla, waarmee ik uitgebreid heb gesproken wat daarmee gebeurt. Want dat is een auto die ook nog 4% bijtelling heeft. Dus dat was ook wel was een heel mooi EV-jaar op gebied van auto's. En überhaupt met EV liet ik dan ook met tot grote irritatie zien dat je de autopilot van Tesla prima 100 kilometer kunt laten rijden door een slim simpel flesje. Maar ik deed ook mee aan de 11 wegentocht waarin iedereen die een beetje van sustainable met EV bezig was in Friesland liet zien dat je daar heerlijk mee kon rijden. Gevecht om de elektrische laadborden. Dat je kon zien op welke benzinestation je kunt laden. Daar heeft de VER zich heel erg mee bezig gehouden. Ik heb ook meegedaan met TomTom. Dat ging heel snel naar beneden. Even tijdelijk, was onzin. Nieuwsuur die vroeg me daarover. Maar daarna heb ik een heel leuk interview gedaan met Harold Gordijn over de toekomst van TomTom. En die ziet er volgens mij prima uit. En ik hoop dat ze de kans grijpen om volledige autonomous rijdende auto's te maken. Daar de software van te doen. Wat een heel leuk verkiezingsdebat. En de toekomst van het laden evenement weer met de VER. Die ook weer lekker doorgegroeid is naar duizenden mensen. En ik eindigde natuurlijk met de rechtszaak. Ik was aangehouden wegens een boete. En ik ben daar in beroep gegaan. En heb een rechtszaak aangespannen. En volgend jaar ga ik ook weer in beroep. En natuurlijk de blockchain evenement in juni 2018 bij de Rabobank met 100 sprekers. En het was een geweldig evenement. Meer dan 500 mensen en ook 30.000 mensen die meekeken. En wat is die blockchain toch een mooie business. Alle verschillende aspecten van de samenleving, of het nou energie is, of het is healthcare, of het is financiën, of het is de overheid. We hadden de Wereldbank, we hadden mensen die een miljoen followers hadden en die op een gegeven moment ook vluchtelingen helpen om op een gegeven moment met blockchain zichzelf te bedruipen. Wakar Zaka, blockchain for good was een heel belangrijk onderwerp.
Alles is nog gewoon te bekijken. Uitermate interessante video's en de blockchain, dat gaat helemaal fantastisch. En innovatie. Nou, wat was er weer een hele hoop. Mobile World Congress in februari 2018. De nieuwe Galaxy, een mooie translator, allemaal producten uit Nederland en uit buitenland. En alles was natuurlijk gewoon heel erg gericht op 5G. 5G is gewoon gigantisch dominant. Maar ik deed ook hele andere dingen, zoals Interclean. De hele toekomst van de schoonmaakwereld met robots. En met slim schoonmaken die eigenlijk let op wat je nou eigenlijk moet schoonmaken. Dat je 50% kunt besparen. De Intersolar in Munich, waaruit blijkt dat zonne-energie gigantisch naar beneden spreekt. Ik spreek met alle grote fabrikanten van de wereld, alle CEO's. En dat zonne-energie 50% gewoon groeit. Maar ook onze Nederlandse supermarkt, AH2Go. Tap2Go, waarmee je gewoon binnen kunt stappen, op de producten kunt klikken die je wil. En dan meteen weg kunt lopen zonder aan de kassa te zijn. Een mooie innovatie. Vodafone die samen met Ziggo een kantoor opent en 80% van de leaseauto's laat terugkomen. En iedereen die gaat vanaf centraal station Utrecht. Erg mooi. CIO dag waar ik 40 mensen interviewde op één dag. En alle innovatie rondom ICT allemaal gewoon beschikbaar. Bright Day was ook weer leuk. Ik heb Sophie daar ook geïnterviewd. En gezien hoe blinde mensen of mensen die gewoon verlamd zijn met nieuwe middelen kunnen verzetten. Maar ook hoe wij allemaal zelf met augmented en virtual reality en de laatste gadgets en de laatste robot kunnen zijn. En ik kon daar met Radio 1 twee uur lang over innovatie praten. Dus echt heel veel leuk om naar terug te kijken. En payments was een mooi jaar. Er werd heel veel gebouwd. De betaalvereniging die had zijn congres over instant payments. In 2019 gaan we eindelijk binnen een paar seconden overal betalen. Echt heel mooi. Maar ook de vrouwen hebben zich heel goed georganiseerd in de European Women Payments Network. Heb ik ook 20 leuke vrouwen die allerlei innovaties doen geïnterviewd. En ik heb eens even bezig gehouden met het wachtwoordenonderzoek. Van wie heeft nou eigenlijk welk wachtwoord? Nou, iedereen heeft natuurlijk hele oude wachtwoorden. Ze weten dat ze allemaal fout doen. Heel leuk filmpje. Maar de lange interviews vind ik vaak het mooiste. Ik vond John Holdren, die de adviseur was van Obama over climate change. En daar heb ik een anderhalf uur mee gesproken. Dat is in 5 interviews uitgezonden. Echt heel erg de moeite. Maar die man is zo goed om aan te geven wat er allemaal gebeurt. En hij geeft ook een heel leuk inkijkje in de regering van Obama. Echt heel erg moeite waard. En Alexander Rinoy kan. Echt de Nederlandse polderlandschap. Ongelooflijk de moeite waard. Om naar dat interview te kijken en ook vooral eens even na te denken waar we in de toekomst heen gaan. Ja, de persoonlijke dingen waren natuurlijk ook leuk. De coolste baan van Nederland, wat had KPN er weer een prachtige show van gemaakt. En 500 kids die met Minecraft in de arena aan het programmeren was. En die vond ik ook heerlijk om met Pink Floyd naar Pink Floyd te gaan in de Ziggo Dome met Roger Waters. Wat is dat toch genieten. Het was echt een mooi jaar met allemaal innovaties, nieuwe dingen. En bij 2019 ga ik in ieder geval mijn Model 3 die ik besteld heb en die ga ik krijgen. Ik doe natuurlijk weer een blockchain evenement. We gaan kijken hoe het met de crypto gaat. En ik ga ook weer naar allerlei conferenties kijken naar de nieuwste gadgets, de nieuwste innovaties. Blockchain zal weer gigantisch sterk doorgroeien. En ik denk ook wel dat crypto ook weer een comeback gaat maken. Daar zal dan een heleboel filtering uit zijn. 90% zal gewoon doodgaan. Maar het hele verschijnsel zal gewoon heel belangrijk worden. Wat een mooi jaar 2019. Ik wens je een heel fijn 2019 en ik zie je dan weer. Oh ja, het meest populaire filmpje nadat ik honderden filmpjes heb gemaakt. Geweldige mensen heb geïnterviewd. Bijzondere onderwerpen. Was gewoon een kaartje van 6.000 euro in een parkeerautomaat. Nou ja, wat? 6.058 euro?